De minister van Financiën, Gilmour Hoefdraad, heeft vandaag een presentatie gegeven over de leningen die gesloten zijn met internationale organisaties. Enkele daarvan zijn de Islamic Development Bank, Kuwait Fund, International Islamic Finance Corporation, OPEC Fund for International Development en de Wereldbank. Deze leningen zijn bedoeld voor diverse projecten in onder andere de infrastructuur, de agrarische en gezondheidssector. Met de International Islamic Trade Finance Corporation, ITFC, hebben wij voor de import van basisgoederen voor 25 miljoen getekend. Voor ons is dat een hele aderlating. 25 miljoen, waardoor wij onze eigen reserves niet hoeven aan te tasten. Onze lokale importeurs kunnen hiervan goed gebruik maken. En we kunnen dus daarmee belangrijke zaken garanderen, zoals inputs voor de landbouw, medicijnen, medische, verder andere medische equipments dat nodig zou moeten zijn, en voedsel. Zijn allemaal zaken die belangrijk zijn, de basisgoederen voor de ontwikkeling van ons land. In totaal gaat het om een bedrag van ruim $400 miljoen aan leningen. Daarnaast heeft het ministerie van Financiën ook schenkingen van ruim $1 miljoen ontvangen. We moeten ook geen wonderen verwachten op korte termijn. Maar het gevoel van crisis, van nijpheid van de afgelopen 2 jaren, dat is voorbij. Waar wij nu bezig zijn is het zodanig herstructureren van de economie dat wij niet meer is zoiets gaan terugvallen. Want dat is wat je moet voorkomen. Het is niet uit de crisis komen om over 5 jaar weer in zo'n crisis te geraken. Maar het fundament te leggen dat die structurele verandering werkelijk plaatsvindt. En daarvoor is het precies de ontwikkelingspartners die we nodig hebben. En dat stukje diversificatie waarmee we bezig zijn. Er is wat gang opkomend in toerisme. Landbouw zit niet in dit jaar, maar er is heel veel dat we al hebben. Ik weet niet hoeveel het is bij LVV op dit moment. Is het 30 miljoen of zo waar we bezig zijn. En we moeten die zaken uitvoeren. 10, 11 miljoen. We moeten die zaken uitvoeren. Minister Gilmour Hoefdraad van Financiën vandaag tijdens een presentatie over de verschillende leningen die zijn gesloten met internationale organisaties. Hij is van plan om voortaan vaker te communiceren met de media.